Ja. Want we hebben een ontzettende leuke actie voor de ouderen in Almelo, van die lid zijn van de OVA. We hebben namelijk een hele mooie subsidie gekregen van het Oranje Fonds in verband met de coronacrisis. En daar hebben we een aantal activiteiten voor uitgezet. Onder andere een boekje, het Seniorenjournaal, extra samen met COSBO. Daar staan allemaal wetenswaardigheden in die van belang zijn en die ook betrouwbaar zijn voor de ouderen. Verder hebben we nog wat kleine acties gehad, maar vandaag op Koningsdag hadden we gedacht, we gaan bij iedere oudere van de OVA een bosje bloemen brengen. En daar komt een kaartje bij van een hart onder de riem, of we denken aan je, een kleine attentie op Koningsdag voor de leden van de OVA. Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort en zegt het voort. Koningsdag 2020, wel heel apart. Maar de OVA, Ouderenvereniging Almelo, heeft een prachtig mooi plan. Namens de Oranjevereniging, tulpjes, en die gaan we nu brengen naar allemaal ouderen in Almelo. Ik zou zeggen, zeg het voort en volgt u mij. We gaan de stad in. En nu gaan we naar nummer 32, kijken of mevrouw in huis is. Hier is de OVA. Wat aardig. En we willen heel graag een bloemetje aanbieden. Ja. Gaat bij alle leden langs. Ja. En, het is prachtig weer, het is Koningsdag. Ja, wat dat betreft. Dus ik kom niet te dichtbij, maar ik heb een kaartje. En dan leg ik dat eventjes hier neer. Als je het goed vindt. Ja, prima. En dan wensen we je nog een hele goede dag. Ja. Namens dit mooie bosje tulpen wat wij aan de leden geven. Hart onder de riem. Nou, mevrouw, voor u. Okay. Dankjewel. Gewoon verrassend. Okay. Leuk hoor.